Dus een tijdje stuurde mij een bericht of ik gadgets wil ontvangen en ze wil gaan delen met de video. Dus ik dacht van, ach, waarom ook niet? Dus hier heb je 3 toffe gadgets van Satechi onder de 50 euro die misschien ook wel leuk zijn voor jou. Voordat ik de video begin, wil je up-to-date zijn van mijn video's, zorg ervoor dat je abonneert op mijn kanaal. Vond je deze video leuk? Kan je ook natuurlijk het duimpje omhoog drukken. Bedankt. Als eerst beginnen we met een bijzonder gevalletje, de Satechi USB Hub en kaartreader. Het leuke hierin is dat ze mij dus een kaartreader hebben gestuurd met een USB-aansluiting. Alleen, deze kan je dus niet eens meer kopen op Amazon.nl. Misschien heb je geluk dat je een gelijk product kan vinden op Amazon, maar deze is dus niet meer te verkrijgen. Maar goed, dit apparaatje zelf heeft 3 USB 3.0 poorten en die zorgen voor datatransfernummers van 5 gigabit per seconde. Naast de USB-poorten heeft het ook nog een SD-kaartlezer en een micro SD-kaart slot. Super handig natuurlijk en heb je dus geen adapter meer nodig voor je micro SD-kaartjes. Ook is het gemaakt van aluminium, waardoor het goed kwalitatief oogt en aanvoelt. De tweede gadget is een koptelefoonstandaard van 50 euro voor je koptelefoon. Maar dit is niet alleen een standaard. Ook heeft deze koptelefoon 3 USB-poorten. 3.0 trouwens. En een headphone jack aan de zijkant. Ook is deze weer gemaakt van aluminium, waardoor het dus gewoon super goed aanvoelt en natuurlijk clean uitziet. Verder heeft het ook nog een LED-licht erin om te laten zien wanneer dit apparaatje is ingeplugd. Wat ik zelf wel een beetje doelloos eigenlijk vind. Wat ik mis in deze koptelefoonstandaard is dus eigenlijk een draadloze lader. Hiermee zou het LED-licht wel een beetje een doel mee kunnen vinden. Wanneer je dus de telefoon op een standaard legt, brandt er een lampje om te laten weten dat hij juist aan het opladen is. En misschien als het zou kunnen, als hij helemaal vol opgeladen is, dat het misschien een groen lampje brandt. Dat zou ook misschien een heel leuk ideetje wezen. En de laatste gadget is simpelweg een draadloze oplader voor je AirPods. Het is eigenlijk ook niet meer. Je plugt deze in je MacBook of smartphone met een USB-C aansluiting en hij laat draadloos op met maximaal 5 watt. Deze draadloze oplader zal je wel 30 euro gaan kosten. Maar het is wel een leuke tool voor erbij in je tas. En als je bijvoorbeeld naar school gaat en je AirPods zijn toevallig leeg, kun je deze even inpluggen en op deze manier even opladen. Overal vind ik zelf de gadgets hartstikke top en kan ik ze zeker aanraden. Ze voelen degelijk aan en ze zien er gewoon super clean uit. Ben je benieuwd naar de producten zelf? Er is een linkje in de beschrijving, daar kun je op klikken en dan kun je alles erover vinden. En mocht je zelf denken, dit vind ik toch wat te duur, dan heb ik een coupon voor jou van 20% korting. En deze kun je dus voor de koptelefoonhouder doen en voor de draadloze AirPods. Het zijn trouwens 2 aparte coupons. Het staat allemaal in de beschrijving en hier op het scherm. En die kun je dus invullen en kun je dus een mooie korting ontvangen. Maar ja, dit is dus de video. Bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk voor meer video's. En like deze video als je er wat aan gehaald hebt. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Bye.